Aflevering. En als we beginnen met de volgende aflevering, moeten we weer heel slijmerig zeggen: hoi YouTube! Want dat doe ik op elke video in deze serie. Ik weet ook niet waarom, dat is gewoon een standaard ding geworden. Heel slijmerig, zei je, hè? Ja. Hoi YouTube. YouTube? YouTube. Wie is YouTube? In ieder geval, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de livestream. Ik zit hier gezellig met de chat. Ik zie hier een de Fantail, Super de Boer, Fairy Tail. Kazi, nog meer namen die ik nou waarschijnlijk mis, maar de chat zit daar vol mee. Die zijn op het moment het actiefst. En natuurlijk Mume in de chat. Nee, ik zit niet in de chat. Ik zit gewoon op Skype, hoor. Undervental, het grappige is, ik ga niet vragen van abonneer. Want dat, als ze de video's leuk vinden, dan doen ze dat echt wel. Doen al serieus. Logisch. Logica's. En vinden ze de video's niet leuk, dan kijken ze waarschijnlijk weer naar een andere video. Ik bedoel, ik ben er heel simpel in. Dan pak je Murkrow uit de PC en vlieg je op en neer naar de powerplant. En anders weet ik het ook niet. Dan ga ik even een guide opzoeken. Nou, als jij dan eerst die guide op gaat zoeken, zodat je het 100% zeker weet, gaan wij eerst nou naar Blue toe. Nee! Begint weer. Oh, we zouden trouwens één ding veranderen. Dankjewel voor Porium voor mij dat aan te herinneren. Kijk, Eevee, jij gaat heel even hier zitten. De enige Eevee die ik nog mist. Met een beetje groot voor de zitpaal eigenlijk. Hoe gaan we dit doen? Je blijft zo nooit zitten. Zo wel, oh. We hebben hem. Oké. Oh, dat was je gaan pakken. Helemaal vergeten! Met broodje gezond verstand, ingesmeerd met boter! Ik wist trouwens niet of Vaporeon hier in het water zat. Ik bedoel, onze Vaporeon, die zijn we bij Johto tegengekomen. Maar jeetje, als je geen rebel hebt, jeetje, waar kom je erbij? Gyarados! Oeh. Eigenlijk best wel verdacht dicht bij de plek waar dat wij de eerste Gyarados hebben gevonden. Weer voorbij Mount Moon, maar weer een stukje verder. Maar die hebben we gevangen. Ja. Maar het is op dit moment gewoon echt drie stapjes en we komen een random encounter tegen. Ja, nee, dat is goed, Fairy Tail. Dan gaan wij rustig eventjes richting Blue. Want dat gaat een gevaarlijke battle worden. Ik bedoel, hij had al random Pokémon altijd, van allerlei soorten types. En nu is het 100% random welke Pokémon dat hij zou hebben. Dus ik ben wel benieuwd wat Blue voor Pokémon gaat hebben. Plus, hij is een gemene trainer, hè. Hij gebruikt full restores. Hij moet vals spelen. Staat in zijn contract. Een coole tent! Ik sta er eigenlijk nog steeds aan te kijken tot ik nog steeds geen gevangen heb en een Akul tent heb genoemd. Super Splash. It's not good. Hoezo is Super Splash niet goed? Super Splash is awesome. Ja. Dat is altijd goed. Dan moet ik heel eventjes denken. Wat is nou eigenlijk de makkelijkste manier? Volgens mij kunnen wij het makkelijkste naar... Mount Moon kon niet, want het was een eenrichtingsweg. Dus... Ja, als we nou inderdaad zouden kunnen vliegen. Dat gaan we niet doen. Volgens mij konden we heel snel nou naar beneden toe. En dan konden we bij Viridian City konden we de Diglett Cave nemen, waardoor dat we eraan komen. Alleen dan heb ik dus toch Absol nodig. Ja, weet je wat? We pakken maar gewoon heel eventjes onze vliegpokémon en we vliegen er wel heel even naartoe. Latias is altijd op een hoog level, zeker als hij level 15 is. Net zoals een Gyarados op level 10. Hadden we hem al Fly geleerd trouwens? Ja. En ik ken Extreme Speed. That means that the Pokémon is going to the extreme! Tenminste, zoals Brock het uitlegt. Ik weet niet meer precies hoe dat hij het uitlegt. Brock legt het heel raar uit.
Nou, weet je wat? We hebben hem nou toch al ondertussen vast Pieter Post. Oh ja, zo hadden we hem genoemd. Volgens mij kun je niet naar de powerplant vliegen. Je kunt niet naar de powerplant vliegen. Fairy tale! Ja, kom maar zo terug met je laptop, dat is goed. Echt, serieus. Mijn Pokédexen wilden niet meewerken vandaag. Maar goed, van alle Pokémon die we dus tegen zijn gekomen... Oh ja, Mewia. Zo moet ik hem trouwens ook eens een keertje op mijn Ocarina proberen te spelen. Gewoon de... Hoe heet dat? De Pokéflood. Gewoon op de Ocarina, gewoon zo de Pokémon Center. Hardcore Soul Silver stijl. Dus een beetje verandering in het deuntje. Oh. Dat kan ik me niet herinneren. Tot iets, sommige tonen iets sneller worden gespeeld. Gewoon spelen met de tempo. Ja. Maar goed, we zitten in ieder geval nou weer... Hij is er nou toch al? We hebben toch alle gym badges ondertussen? Moet ik dan weer eerst naar dat stomme eiland toe vliegen om tegen hem te zeggen... Hey, kijk eens naar de badge die ik heb! Serieus? Welkom terug aan de Fantail, ik word gek van Blue. Blue mother bleeping ook. Zei ik heel beschaafd. Geblecht. Wat een onzin is dit. Dus, ik moet eerst terug naar Blue op Cinnabar Island. Denk ik. Hi Blue! Als je echt tegen me wil bellen, kom naar de Viridian Gym, dan kom ik net vandaan! Blue, serieus. We settle this, once and for all. Als ik nou echt ga verliezen van Blue, dan schaam ik me eigen diep. Dan moet ik heel eventjes gewoon een moment hebben tot ik gewoon even in de spiegel ga kijken. Gewoon boven, het wel gewoon shame on me. Goed. Umbreon terughalen. Hey, I started playing Soul Silver recently. Well, that's good to hear! But this is a randomizer, so don't take this too seriously, because random Pokémon will spawn whenever they feel like it. Ja, Blue die houdt van muren. Oké, dan hoop ik niet als hier random trainers hadden, of wel, dat weet ik niet meer. Oh, Zebby is dat ook. Oh, en ik mag nog niet eens met mijn Pokémon lopen, omdat de vloer onstabiel is. Wat een klets. Natuurlijk hebben ze hier weer random trainers. Nou ja, dat is wel weer extra experience. We gaan het gewoon doen. Dus, ik haatte deze puzzel zo erg. Deze heeft nog niet eens... Deze is gewoon random. Hoe kan ik eigenlijk met hem praten? Nog niet eens. Wacht. Huh? Ja, ik ken hem, maar... Dan kom ik ook hier beneden uit. Ik wil niet hier beneden uitkomen. Dus dan moet ik deze wel pakken. Maar dan moet ik nou deze pakken? Hi! Nee, zelf.
kijken hoe dit in elkaar steekt hier. I was wondering if you could rate my team. And I need any adjustments. Glalava. Okay, maybe it's easier with spaces, but I would go with all Eevees. Then there's no way you can lose. Je kunt Sentinels alleen krijgen als je alle 16 badges hebt. Komt ie nou mee? Nou ja, we zijn al met Blue bezig, dus we zitten al op goede vooruitgang. Yep. En het zou fijn zijn als jij erbij zat, want we hebben dan weer een Medicham. Wil jij niet heel eventjes gewoon erin duiken en gewoon even psychisch doen? Misschien... Dus... Random plus randomizer is hetzelfde, toch? Half. Oké, nou, wij maken het af met een snelle aanval! Nederlands, heel leuk. Nou, Bolt is ondertussen weer een leveltje omhoog. Dat is alleen maar handig voor Blue. En we hebben de eerste Ace Trainer al verslagen. Zonder dat we enig schade hebben opgelopen. Dat is handig. En die van daar beneden, die kunnen we nou ook pakken door gewoon zo te lopen. Hallo. Het grappige is, deze is totaal nutteloos, want we kunnen daarna alleen maar weer terug naar het begin. Ja, Blue was niet in de gym, omdat we eerst tegen hem moesten zeggen van kom eens even naar de gym toe. Yep. En toen kwamen we bij Blue, toen zei hij van als je tegen ons wil... Zelfs onze eigen gym niet eens vinden. Nee. Oeh, net op tijd gewisseld. Hij deed... Ja, jij ziet het nou dadelijk. Nu ergens. Ik bedoel, een grondtype? Ja, dan wil je geen Jolteon bij hebben. Gelukkig ben ik daar resistent tegen. En het is met... Ja, er komen ik weet niet hoeveel bladeren op je af. De aanval ontwijk bestaat niet. EVGO zou een leuke game zijn volgens mij. EVGO? EVGO heb ik al, aangezien dat Eevee staat op mijn schouder in Pokémon Go. Kom op, je defense is hoog. Leafeon, je bent awesome. Maar kijk toch zo lekker een beetje boos. Net zoals de Pokémon kaart, kijkt hij ook zo lekker boos. Zo dadelijk heel eventjes de Pokémon kaart erbij pakken. Kunnen we lachen. Overleven! Hoezo heb jij 3 critical hits? Aquarium, maak jij het eventjes af, dan ben ik boos. Stomme Dusknoor. Goed zo, Steve Lucy, jij moet ook wat levels omhoog. Ach, kom maar met je Jigglypuff. Jigglypuff, Jigglypuff. Heb ik nou een critical? Nee, tuurlijk niet. Ik ben gewoon veel te sterk. Nou ja, Aquarium is super sterk. Gaan we maar snel naar het Pokémon Center. Nee, maar dat zal ik eigenlijk al eventjes doen op het einde van deze livestream. Of, ja, nee, niet het einde van deze livestream. Het einde van deze aflevering van de livestream. De livestream is nog langer na niet voorbij. Ik bedoel, serieus, het is pas 12 uur. Dus, moet ik trouwens uitleggen hoe dat met 12 uur zit? Heel even ter uitleg voor wie het nog niet weet. Bij mij in huis is de gimmick... Het is altijd 12 uur. Ik heb een klok hangen die zegt altijd 12 uur. Dus het is 12 uur. En over 12 uur is het ook 12 uur. En over 12 uur stopt deze stream, want deze stream gaat door tot 12 uur. Ja, maar over 5 minuten is het ook 12 uur. Ja. Great Scott! Ik kom Eevee nooit tegen. Ah, dat is minder. Ah ja, Pokémon Go, ik speel het ook bijna niet meer eigenlijk. Ik speel nog heel zelden. Ik heb het één keertje heel even gespeeld nadat we in Kijkduin geweest zijn. Na Kijkduin heb ik het eigenlijk niet meer gespeeld. Oké.
Nee, ik één keertje. Ja, ik ben trouwens... Oh, dat lieg ik. Ik ben één keertje ben ik nog in de Efteling geweest. Waar ik eerst alle attracties had gedaan. Maar omdat het zo rustig was dat ik nog zeker 3 uur de tijd had. Heb ik gezegd van oké. Okay, en zo ben ik toen gewoon... Ja, weer mijn items gaan opvullen. Mijn zus die wil een keertje met mij mee naar Kijkduin. Dus binnenkort ben ik weer een keertje in Kijkduin te vinden. Dus na deze gym zou je Zipdes moeten kunnen vangen. En anders weet ik het ook niet meer. Want elke video die je keek als al YouTube alles is een beetje wat zei. Dan moet wel waar zijn. Oké, okay, ik geloof je. Nu nog. Eens even kijken. We staan nou hier. Gaan we daarheen en dan gaan we helemaal naar beneden toe. Dan gaan we helemaal naar beneden toe. Pakken we die, dan gaan we ook helemaal naar beneden toe. Gaan we die kant op, dan gaan we daar naar boven toe. Nou, tenzij je nog al bewogen hebt, volgens mij moet je naar rechts. Ja, maar ik wil ook naar die trainer eigenlijk. Oh, gewoon naar de trainer... Is volgens mij geen optie. Volgens mij... Ik zie daar inderdaad geen optie voor. Hoi. Oh, een double battle. Mijn eerste egg was een Zubat. Een half uur eerder ving ik een Golbat. Ah, dat is leuk. Hij heeft gewoon een Mew. Iemand van die twee heeft gewoon een Mew. Wat was Cradily nou ook alweer van Pokémon? Dat was een grassteentype, geloof ik. Een wat is? Die Cradily. Oh, dat woestijnbeest. Volgens mij was dat grasgrond, maar ik weet het niet zeker. Ik gebruik gewoon mesblad en we zien wel hoe het uit gaat lopen. Nou, Mew die heeft in ieder geval 50% schade en doet psychisch. Dat is dodelijk van Mew. Bolt, kom op, je kunt dit. Goed zo. Mesblad die deed niet zoveel schade. Nou gaat jouw defense of special defense omhoog? Special defense, oké. Okay, dus jou moeten we echt volledig aangevallen met... Maar als jij een steen Pokémon bent, dan heeft het weinig nut. Shockwave moet nou genoeg zijn om Mew neer te halen. En... Probeer een Iron Tail. Nee, we weten dat er meerdere Mew's zijn. Ah, dammit, hij heeft nog genoeg HP! Livion, je kunt dit. Livion, kom op. Tuurlijk heeft het een critical shit. Oh, dat is nog eens een keer super effectief ook, een Iron Tail. Goed zo. Oké, snelle aanval. Oké, je mag trouwens toch... Nee, wacht. Je mag toch als eerste aanvallen. Doe nog een shockwave, die mist ook nooit. En doe jij maar terugkeer. Klinkt heel raar. Dit is schokgolf. Ik ga daar gewoon mijn potions gooien, jongens. Maak je geen zorgen. Ik ga niet weer heel die puzzel opnieuw doen. Mooi. 12.000. Lekker veel monies. Even kijken. Als we die kant op gaan... Dan worden we weer naar beneden geteleporteerd. We moeten... Die rode terecht zien te komen. En dat doen wij... Oh, dan moeten we daar naar boven toe. Ah, maar als we die pakken, dan komen we daar naar beneden toe. Dan komen we daarop, gaan we weer naar boven toe. Die andere, die brengt... Nee, volgens mij is er echt geen manier om bij die trainer te komen daar, hoor. Oh, jawel, wacht. Die eerste, daar gaat hij naar beneden, gaat hij naar beneden, gaat hij daar. Dan komen we bij die andere trainer uit. Oké, ik heb hem gevonden. Heb ik nog hyper potions? Ja. Hebben we die nodig hiervoor? Livion heeft er geen nodig, definitely. Ik denk dat Bolt wel via super potions kan, maar... Het is een vermomde ditto, geweldig. Welke Pokémon denk jij eigenlijk nu mee dat Blue heeft? Blue. Ja, of Gary. Nee, hij is Blue. Dabba dibba. Sorry.
He's blue, da ba dee ba ba die. He's blue, da ba dee ba doo doo. I have a blue house with a blue window. Bluish like a... La 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 la. Oh nee, dat, nou zing je als een electrobus. Nee, als ik ga zingen als een electrobus... Dan zie je Meganium. Dat werkt niet. Oh, jij hebt je special defense omhoog gegooid. Hier komt een fysieke aanval. Oh, jij gaat eerst met je fysieke aanval. Body slam, doe het niet. De rechte kracht zit in het lied. Ah! Dat kleine stukje helft nog. Doe een vlammenwerper. Maakt mij niet uit of er special defense omhoog is. Hij gaat een blauwtje lopen waarschijnlijk. Nou, ik weet niet. Misschien heeft hij evoluties. Dan heeft hij een goede keus. Een Crobat. Oh, Bolt. Wij weten maar heel goed hoe dat wij om moeten gaan met Zubatman. Daar gooien wij gewoon een Raging Thunder op. Of je krijgt het probleem dat we hetzelfde gaan krijgen als wat we toen tegen Leroy hadden. Dat we twee keer mist achter elkaar. Wat 4% kans is. Mij is raak. En Crobat overleeft dat? Oké, ik weet dat het een hele goede defensive wall is, maar jeez. Ja, alleen ik zit aan de Ranja. Ik heb geen pills. Want ik bedoel, streamen dat doe je namelijk niet met pills. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Nee, is niet goed. Nou, ik vind dat we niet naar een Pokémon Center moeten. Ik denk dat ik dat met potions hier nou wel even kan doen. En dan vraag ik mij af, was het nou dat we hier naar boven moesten? Eentje volgens mij wel. Even de bag pakken. Eventjes gewoon alles healen met super potions. We hebben de hyper potions in geval van nood. Ik denk dat we Blue wel aan kunnen. Tenminste, laten we het hopen. Ook al heeft die Pokémon al van level 60. Ik bedoel, Vroegen is red en die heeft Pokémon op level 80. Help. Ook al niet. Oh. Oh nee, we moeten in die hoek zitten. Doei. Mijn fout. Oké, dus dat is dan hier naar beneden. Hier naar boven. En dan deze pakken. Stomme dingen. Oké, Safé. Jongens, het is tijd voor Blue. Ik maak me zorgen. Oh boy. Laten we Blue zijn Pokémon blauwe plekken geven. Dat klinkt wel heel erg duister. Everyone, I wasn't in the mood at Cinnabar, but now I'm ready to battle you. Hey, loser. Nee. You're telling me you conquered all the gyms in Johto? Johto gyms, are that pathetic? Loser, me. Don't worry about it. I'll know if you're good or not by battling you right now. Random Pokémon battles. Ik ben benieuwd. Blue is normaal altijd... Dat is een van mijn favoriete gymleiders, omdat hij altijd 6 verschillende Pokémon types bij zich had. En nu is het totaal random. We weten absoluut niet welke Pokémon dat hij heeft. Hij begint met een Hitmonlee. Level 55. Waar ben jij? Espeon, serieus. We hebben jou nodig. Oh boy, dit is al mis. Oh boy, close combat. Dit gaat niet goed. Oeh. Close combat doet pijn. Geen critical hit. One hit KO. Ah.
Oké, dus Bolt kunnen we nou helaas niet gebruiken meer in het gevecht. Dan gaan we maar over naar Leafeon, die is een defensive wall. Ik begin maar met een return. Alweer close combat. Nou ja, dat maakt niet uit. Het is een fysieke aanval. We zijn een defensive wall. Wauw. Dat deed best wel veel. Dat deed nog meer dan de helft zelfs. Ja, close combat is een van de sterkste aanvallen van Hitmonlee. Het enige nadeel is dat hij zijn eigen defense en zijn eigen special defense dropt. Waardoor dat wij hem hebben kunnen one-hitten. Phew! Ja. Een Heatran. Wat is Heatran? Oké, het is een vuur-Pokémon, definitely, maar... Oh, dat is dat beest, ja. Wat jullie toen zeiden dat dat een soort van legendary was. Of het was een legendary, een van die twee. Oké, Aquarion, die overleeft dat heel goed. Surf moet genoeg zijn. Dit is spannend, jongens. Hij heeft wel heel veel HP, want het balkje... Oh, hij overleeft het. Oh boy. Nog een aanval wordt lastig om te overleven. Nou, View Rock geloof ik niet, want quadruple weakness en Surf heeft hem niet one-hit, dus... Oké, nou we hebben nou twee verschillende types gehad, dus Blue houdt wel zijn eer aan. En jij wil Last Resort leren op level 50, maar dat ga jij niet leren, want daar hebben wij niks aan. Last Resort heb jij niks aan. Nee, ga jij niet leren. Nee. Oké. Een Electrike. Oef. Ik weet niet meer welke move Steve Lucie had. Nou, trouwens, die hou ik liever als Ace in the Hole, maar het is een special attacker. Firepower? Oh, vuur en steel. Oké. Doe een Firefang. Misschien kunnen we hem... Ah, nee, je bent langzamer. Oh ja, charge. We hebben nog kans. Kans. Ja, zo'n special attack die gaat nou om. Oh nee, zo'n special defense gaat omhoog. Nou, special defense boeit niet. Ik bedoel, doe fysieke aanvallen. Dat maakt niet zoveel uit. Oeh, bijna one hit zelfs. Kom op, nog een keer. Oh, je trekt hem terug en gaat naar Gyarados. Hij heeft een Gyarados! Wow. Nou zit ik wel met een probleem, want... Bolt is al neergehaald. Ja, die had heel goed de tijd geweest. Steve Lucie, jij moet. Oh boy, een Dragon Dance. Dat is niet fijn. Waarom heb ik hier geen Toxic op? Confuse Ray. Je klonk zelf confused. Nou, ik maak me nogal heel erg veel zorgen. En ik ga een revive gebruiken, want serieus, ik ben 10 levels lager. Bolt, kom terug, we hebben je nodig. Ondertussen blijf ik doorvechten eerst met Steve Lucie. Goed zo, je raakt jezelf in confusion. Als hij zichzelf weer schade doet, dan doe ik dubbele schade. Goed zo. Map hem. Dit gaat nog goed. Nog. Gyarados raakt zichzelf weer. Oeh. Hij heeft nog 1 HP! En hij gebruikt de Forest Star! Ah, altijd weer op... Ik weet niet of dat ook Confuse Ray weg... Ja, dat haalt ook Confuse... Oh, hij doet nog een Dragon Dance. Hij is nu heel snel. Blue staat oog in oog met de evolutie van zijn counterpart uit de Pokémon anime. Yep, klopt. Want Gary Oak heeft namelijk een Gyarados. Of die heeft een Umbreon.
En weer doet hij zichzelf schade. Oké, we hebben heel veel geluk op het moment. Hoe meer schade dat hij zichzelf... Oh, hij snapt uit op het... Hydro-pump! Kom op, je bent een defensive ball. Goed zo. Voordeel... Hydro-pump van een Gyarados is ook niet zo heel sterk. Nee, maar ik weet niet of hij een fysieke aanval heeft, want hij heeft al 3 Dragon Dances gedaan. Dus hij moet nu neer. Volgens mij zit hij gelokt op Hydro Pump. Ik hoop het. Geen critical. Oh boy. Dit doet bijna niks. Ja, dat moet echt als hij zichzelf raakt in schade. Dan pas doet hij iets. Kom op, raak jezelf. Stevie Lucci, je hebt het heel goed gedaan. Gyarados heeft vals gespeeld. Hij gaat weer Hydro Pump gebruiken. Ik weet het, maar... Of hij gebruikt Dragon Dance. Een van die twee, maar ik moet... Shockwave! Raak jezelf! Hoezo mis jij niet met Hydro Pump? Hoezo mist hij niet? Oké, Frostwater, dan moet jij het maar doen. Gewoon een Blizzard. Want hij is part flying, dus dat doet normal damage. Hyper Beam? Kom op. Gyarados is neer. Oké. Met Beam heb je hem nu uitgeschakeld? Met Glaceon. Oké. Firepower, zeker. Jij moet zeker Last Resort nu leren. Het liefste zou ik Strength eruit halen, maar Bite moet maar weg. Probeer te healen. Nee. Alleen maar in geval van nood. Shieldon. Dat is volgens mij... Dragon... Oh nee, dat is een staalbeest geloof ik. Ik weet niet wat voor beest dat was. Doe maar een waterpulse. Dat is super effectief. Level 60 gewoon. Oh boy. Kom op, Frostwater. Overleef dit goed. Zo. Ja, maar ik heb een revive gebruikt. Ik heb een revive van Bolt gebruikt. Oké, jij hebt natuurlijk een Citrus Berry. Iron Head. Oh, dat is super effectief. Frostwater, nee! Jongens, dit ziet er niet goed uit. Aquarium, jij moet surfen. Wij zijn sneller, goed zo. Shieldon is neer. Oeh, dit is spannend, jongens. Oké, daar komt die Electric weer terug. En die Electric had niet echt veel HP meer. Daar zetten we Leafeon voor in. Die weet zeker dat hij alles over... Die kan zeker alles aan. Dat is namelijk nog niet zijn laatste Pokémon. Zijn laatste Pokémon weten we nog steeds niet wat dat is. Als dat een Legendary is, dan hebben we een heel groot probleem. En Electric is neer. En zijn laatste Pokémon. Bronzong! Dat is toch een staaltype? Ja. Flareon! Je moet het doen nu! Oh boy. Level 58. Nee. Firepower die gaat het neerhalen. Firefang, kom op, je kunt het. Wat damage doet dat? Flinch. Oh, hij gebruikt blok. Oké. Jongens, volgens mij hebben we het gehaald.
zo. Yes! Mooi. Oh. Die match, zelfs op de randomizer was hij. Wow. Oké, had niet echt boeiende Pokémon. Oké, ja, het waren wel boeiende Pokémon, maar... Ik bedoel... Niet echt waarvan ik zeg van... Hij had geen Legendaries, gelukkig. Na die, dat... Vuurbeest, dat scheen een Legendary te zijn. Ja, dat zeggen ze. Ik weet het niet, want... Ik weet niet eens uit welke generatie die komt. Ik heb ook geen flauw idee. Jongens, wat een match, hé! Nou, laten we maar even naar Professor Oak gaan kijken wat onze drie starters zijn. En laten we dan maar eens eventjes kijken of we Zapdos kunnen halen. Is poging 3 ondertussen, Fairytale. Hé, hey, Professor Oak wil ons bellen. Hi, this is Professor Oak. Oh, you don't have to say anything. I know better than anyone else how hard you're working. I thought I should get to you a present or something in appreciation. Well, I picked something up, but I completely forgot to give it to you. I'm a silly old oaf, aren't I? Ah, you don't have to wonder about it at all. I know it's something that will be very helpful to you. You should just come here and pick it up. I'll be waiting for you at my laboratory in Palatown. Ah! Nou, vooruit dan. Dat was trouwens een hele slechte professor ook. Ik ken hem veel beter en dat was heel slecht. Ja, dat was Heatran. De evolutie zegevieren. Vijven, zessen. Ja, maar jij bent nog steeds zeven. Nodig. Hè, wat? Wie? Oh, zeven. Bolt voelt zich beter. Daar ben ik blij om. Nou, laten we eerst eventjes gaan kijken wat de drie... Ja, we hebben weer een keuze uit nieuwe starters. Voordat er iets misgaat, ik wil die battle echt niet nog een keer doen. Damn, die had gewoon een Gyarados. Yep. En we weten drie aanvallen van die Gyarados. Dus, ja oké, ik zou hem zelf niet echt Hydro Pump hebben gegeven, maar... Nou ja, zijn Dragon Dance was aardig nutteloos, omdat hij alleen maar special aanvallen deed. Nou ja, zijn speed was natuurlijk ook heel gevaarlijk. Sorry. Zijn speed, zijn snelheid was wel gevaarlijk. Ja, hij was zelfs sneller nog als mijn Jolteon. Ja, met de hoeveelheid keer dat hij Dragon Dance deed. Een Undefentail. We hebben een Espeon, we hebben een Eevee en we hebben nog een Umbreon extra. Kies er een, ja, rakker. Good to see... Wow, good to see... Goed. Ha, good to see you. This is what I wanted to give you. En we hebben HM08. Ik dacht dat we nou een starter van jou zouden krijgen. Ja, we hebben alle Kanto-badges. No wonder I sense something we match. Tell you what, Sapi, I'll make arrangements that you can go to Mount Silver. Mount Silver is a big mountain that is way into mobile Pokémon. Oh nee, je mag die starten pas als je Red hebt verslagen, volgens mij. Volgens mij krijg je dan pas een van die starters. We hebben 237 Pokémon gezien en we hebben er 23 gevangen. Wij zijn heel erg goed. We doen Ashna. Nou ja, dan gaan we maar gewoon richting de Power Plant. Want we moeten eerst rood verslaan voordat we daar de Pokémon starters krijgen. Dus. Zo dichtbij, yet so far away. Nou jongens, wie weet is Zapdos een Espeon? Of misschien komen we in de volgende aflevering op Mount Silver wel een Espeon tegen. En vergeet niet, op Mount Silver zijn de Pokémon juist extreem sterk. Misschien komen we daar wel een Eevee tegen. En een Magikarp. En de Espeon. De drie Pokémon die we nog steeds niet in het wild tegen zijn gekomen. Ik bedoel, er is nog steeds kans. Sorry, mijn echo is kapot.
Hans. Hans. Sorry, er zat wat vertraging in je echo. Eens een legendary Pokémon in de Fantail, altijd een legendary Pokémon. Aangezien ze pas gezegd dat we ze gewoon eens om deze op gaan hebben. Aha, ik snap hem niet. Half. En dan zullen jullie waarschijnlijk vragen, als we Espeon tegenkomen, wie gaat het dan in mijn team vervangen? Dit is eigenlijk heel erg makkelijk en triest op hetzelfde moment. Umbreon is namelijk een van mijn favoriete evoluties. Samen met Jolteon, Espeon, eigenlijk zijn alle Eevees mijn favorieten. Rustig hè? Die zijn allemaal mijn favoriet, ja? Het is niet dat ik hier zo tegen mijn wil ingehouden word ofzo hoor. Maar even zonder ongein. Umbreon die is heel erg handig als je inderdaad player versus player doet. Tegen NPC's is Umbreon niet handig. En zeker niet in een randomizer waar je niet de moveset kan pakken die je nodig hebt. Maar goed, wij gaan heel eventjes naar Cerulean City gaan we vliegen. Om het heel eventjes een beetje sneller te pakken en dan swappen we wel weer gelijk eventjes over. Maar daarom hoop ik eigenlijk stiekem wel een heel klein beetje op of een Eevee. Of inderdaad dat wij toch Espeon tegen gaan komen. Ik bedoel, psychische krachten zouden heel erg handig zijn. Of misschien die nog niet bestaat in deze serie. Sylveon. Hoor, dat zou wel helemaal een dag compleet maken. Dus Sylveon is awesome. Ik bedoel, you're not special. Sylveon is. Ja, Pieter Post komt weer terug. Pieter Post, Pieter Post. Vlijt weer verder omdat het most. Ik weet niet wat most voor een woord is. Het rijmt, klaar. Who cares? Ah, ik moet wel zeggen, die muziek heerlijk. Die klassieke muziek van... Nee, je hoeft nou niet te healen. Nou, trouwens, doe het toch maar wel. Je kunt ook naar het Pokémon Center in de buurt van de Power Plant vliegen. Oh ja, dat kan ook. Als het goed... Nee, trouwens, dat kan niet. Dat hebben we net al geprobeerd. Tenminste, ik zal het proberen, maar volgens mij kan dat niet. Ik ga het gewoon proberen voor je, maar volgens mij kan dat niet. Dus je hebt hier het Pokémon Center... Je hebt hier Cerulean City. Daar heb je Rock Tunnel. En hier zit de Power Plant en daar kun je niet naartoe vliegen. Dus, nee, dat kan niet. Helaas. Dus het is niet goed. Helaas. Je verliest alles. Je bent de zwakste schakel. Tot ziens. Ik vind het wel jammer, maar Robin die had wel gezegd dat hij nog zou komen, maar... Nou ja, hij had in ieder geval problemen met zijn internet. Misschien zulke grote problemen dat hij nog steeds problemen mee heeft. Ja, waarschijnlijk. Vingers gekruist, hopen dat Zapdos er nu wel is. Waarom? Voor mij of voor jezelf? Please laat Zapdos eruit. Please zet hem niet verschut. Please laat Zapdos er zijn. Please zet hem niet verschut. Nee, elke hulp is gewaardeerd of het nou klopt of niet. Ik bedoel, het geeft me een beetje een flashback moment weer naar de Mew-vrachtwagen. Toen moesten we ook geruchten van vrienden horen van, ja, daar zou iets zitten. Ja, toen was er namelijk nog geen, toen was er geen internet. Nup. Je kunt daar alleen heen en vliegen in generatie 1 en generatie 1 remix. Ik ben net begonnen die serie te kijken. Oh. Oké. The more you know. Het water is donkerblauw. Wil je erop surfen? Nee, het is mij een beetje te donkerblauw. Juni! Nee, hè? Bijt heel dat ding naar zijn grootje, echt serieus. Maar goed, daar zouden we dus Zapdos moeten zitten. Ik ben nieuwsgierig. Hé, hey, Poryon, jij brengt altijd geluk. Altijd een smile op mijn gezicht. En niet te vergeten, hè, tot we Umbreon hebben gevangen met de masterbal. Ja. Oké, dus Zapdos zou hier nou buiten moeten zitten. Want jij zei buiten. We zijn nu buiten.
Hey, kijk, Zapdos! Oh! Nou, Fairy Tail, you dodge the bullet there. Maar ik weet zeker dat er geen Zapdos. Nee, want het is... Is... Ja, ik... Ik ben eerst aan het zeven. Tijd me worden. Het is... Ik zal de eerste 5 minuten stil zijn om niets te spoilen voor jou. Ik ga het proberen aan het horen aan de kraai. Ja, helaas kan ik die niet horen, maar ja. Maakt niet uit. Nou, het is een legendary! Daadwerkelijk? Ja! Die krijgt legendary muziek? Nou nee, ik krijg geen legendary muziek, want het is namelijk gewoon een gewoon een random legendary. Ah ja, ik zie het. Het is zo'n stomme Mew-clone. Deze die zijn wel 6 keer tegengekomen in het wild. Yep. Daarom ga ik hem ook niet vangen, maar gewoon legit verslaan. Deze is niet grappig. Deze is saai. Yep. Ja, of voor de criticussen die tussen ons in zitten. Mythical. Nee, gewoon legendary, punt. Oké. Okay. We hebben gewoon pech. Hij gebruikt toekomstbeeld! Nee, we gaan hem niet vangen. We gaan hem niet vangen. Hij is saai. 4%! Oh, en daar komt Furt Attack, Sight Attack. Bolt overlevert Bolt. Goed zo. 2 keer achter elkaar weer Tilt Thunder mist. Dat is 4% kans. De emotie Pokémon. Saai. Ik wil deze video afsluiten met iets spannends. Met iets leuks. Ik vraag me af welke emotie nu die hij nu voelt. Teleurstelling. Ik had op zijn minst wel gehoopt gewoon dat een van de legendaries die we tegen zouden komen, je weet wel van de real legendary Pokémon, dat dat op zijn minst een Eevee, Evolutie of Magikarp zou zijn. Nou ja, het zijn best wel wat legendaries geweest. Ja, maar ik bedoel gewoon echt de legendaries die je dus tegenkomt, hè? Dus ja. Ho-Oh, Lugia, legendary hond Pokémon. Die bedoel ik. Ja. Want ja, het nadeel is, jongens, en ik kan het wel gaan proberen, maar het heeft totaal geen nut. Dat is de roaming Pokémon. Die kan ik niet tegenkomen, want in een randomizer weet je niet wanneer dat je hem tegenkomt. Ja, aan het level alleen. Dat is de enigste manier waarop dat je zou kunnen zien dat je hem tegen bent gekomen. Dus, dat wordt het zo'n gedoe, daar ga ik niet aan beginnen. Wij gaan gewoon richting Mount Silver. Ik bedoel, serieus, was dan op zijn minst gewoon een Bidoof geweest of iets? Dan was het nog lachen geweest. Als een legendary Pokémon echt een legendary is, dan is het niet leuk. Ik bedoel, we hebben een randomizer voor een reden. Yep. Nou ja, we hebben er nog eentje te gaan en dat is... Nou, wacht eventjes. Was Mewtwo nou ook niet te vangen hierin? Mij lijkt het wel. Toch? Nou, ik weet wel in Mount... Of tot je later krijg je nog die Mount waar Groudon of... die andere zou zitten. Hoe heet die nou ook alweer? Kyogre. Maar dat is ook pas als je Red hebt verslagen. Oh ja, ik moet natuurlijk wel dingen meenemen. Ik ben benieuwd naar de Mount Silver Pokémon. Ik denk dat we er allemaal wel heel erg nieuwsgierig naar zijn. Vergeet niet, die zijn gemiddeld level 40. Dus als we daar inderdaad een Eevee tegenkomen, dan ben ik een heel blij konijntje. Of een hele blijde Eevee. Nee, ik zou blij konijntje blijven. Ja, nadat je Red hebt verslagen, kan je Mewtwo vangen. Oké. Okay. Nou, Fairy Tail, we geloven je weer. Test. Hoi, lol snoep, test. Test 1, 2. Test. Test. Test 1, 2, 3. Test.
Ja, Rayquaza kon alleen als je de beide orbs had. Dus dan moest je ze... Dan moest je beide hebben. Dus dan moest je via trading doen. Dus die kunnen wij helaas niet vangen. Nou, laten we maar heel eventjes wel weer richting... Volgens mij kon dat via Victory Road. Je was gemute. Er is niemand gemute vandaag, hoor. Oh ja, hier komen we bij... maar ken ik dan... Is hier geen Pokémon Center eventjes? Oh nee, die komen we dadelijk tegen. Die komen we dadelijk tegen in Mount Silver. Daar zit daar nog een Pokémon Center. Weet ik dat zeker? Maar goed, we kunnen dus nu naar Mount Silver. En dat bewaar ik ook voor de volgende aflevering van YouTube. Cliffhanger, ik weet het, ik ben gemeen. Dus wil je nou zelf ook een keertje gezellig aanwezig zijn bij zo'n livestream? Klik dan heel eventjes op de link in de beschrijving van de Twitch livestream. Dan kom je automatisch bij een link van Twitch en dan kun je daar gewoon op follow drukken. En als je dan followt, dan krijg je automatische notificaties, mits je deze aan hebt staan. Tot we live zijn. Tenminste, als we live zijn, dan krijg je die notificatie. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar tijd voor hebt, dat we Blue hebben verslagen met een epic battle. Dat was zeker gaaf. En met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken. En hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Tot dan en... Doei! 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 Doei zeggen! Ja. Doei zeggen.